Een groep van 105 militairen mocht vanmorgen in de Ismee van Wilge Sporthal hun bereidsverklaring van domeingrond aan de Lelydorperweg in ontvangst nemen. Dit project is naar zeggen van Elsira Sedok, voorzitter van stichting Sabiu Kondre, tot stand gekomen. Nadat er met het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer en vicepresident Ronnie Brunswijk is gesproken over een structurele oplossing voor het huisvestingsprobleem binnen het Nationaal Leger. De basisbehoeften of de financiële middelen van een militair moeten in orde zijn, anders kan het niet van ze verwacht worden dat zij goed presteren, zei defensieminister Krishna Kumari Mathura. Het initiatief is een open deur naar een betere toekomst voor de militairen. De bewindsvrouw stelt dat ondanks de financiële situatie waarin ons land verkeert, het nog steeds noodzakelijk is om zekerheid te bieden aan de militairen. Wij van Defensie vinden nog steeds dat personeel voor ons het meest belangrijke is. We kunnen nog zoveel geld hebben en de beste middelen, maar als ons personeel niet gemotiveerd is, niet geïnspireerd is, vecht nog met allerlei privézaken, dan zullen we niet in staat zijn datgene te doen waarvoor die samenleving ons hier heeft gezet. En dat is Suriname beschermen en ondersteunen en veiligheid brengen. En dan kom ik, en laat me beginnen, iedereen die vandaag een stukje perceel, een bereidheidsverklaring krijgt voor een stuk perceel, wil ik feliciteren en ik wens u heel veel succes, maar ook dat dit een aanzet mag zijn tot veel meer geluk. Ja? Veel meer geluk in uw leven, veel meer succes in uw leven en veel meer vooruitstrevendheid in uw leven. Brunswijk zegt dat de regering ook moet voorzien in het welzijn van de militairen. Er zou gekeken moeten worden om de financiële middelen hiervoor vrij te krijgen, zodat er naar behoren gehandeld kan worden. Dus ik heb gepleit, ik zeg in mijn periode als vicepresident, kijk ervoor zorg dragen, ik blijf erbij, maar soms zegt de minister, ja, maar VP, die dingen zijn niet zo. Ik wil dat jullie beter verdienen. Ja toch? En ik zeg van militairen, wanneer er gezegd wordt, niet eens een beroep op je werk gedaan, wanneer de opdracht wordt gegeven, je moet daar gaan, dan ga je direct naar daar. Maar wat about minister, if you tem vrij, tem go tem kom, bakken we one, living vrij, tien zo toe toch. Dus minister, laten we kijken, die mensen hebben een aantal toelages, laten we kijken wat we voor onze militairen kunnen doen. Dat de jullie de feit is dat jullie vrij, ik was ook dat jullie vrij minister. Met de afgifte van de eerste 105 bereidsverklaringen start het project voor de verstrekkingen aan de resterende manschappen van het Nationaal Leger. Het is ook de bedoeling om in het district Komowijnen een aantal domeingronden aan militairen te schenken.